Goedemiddag. Voor iedereen die mij nog niet kent, ik ben Eliza Manuel. Ik ben 29 jaar. Gisteren 6 jaar getrouwd met de leuke man die jullie net achter de drum hebben gezien. En we zijn samen ouders van 2 kinderen. Het is voor mij vandaag een voorrecht om hier vandaag te mogen staan. Als laatste eigenlijk van de Hot Sundays van dit seizoen. En ik wil jullie graag bemoedigen met het woord wat ik vandaag ga delen. Mijn thema van vandaag is God spreekt. Ik moet bekennen, toen mij werd gevraagd om vandaag wat te delen, ik even tijd nodig had. Ik wilde eigenlijk de Mozeskaart inzetten. Wat bedoel ik met de Mozeskaart? Toen God Mozes heeft gevraagd om zijn volk uit Egypte te halen, was Mozes' reactie ook gelijk van, vraag mijn broer, hij kan dit beter dan ik. Nou, zo voelde ik me ook. Als ik nu even rondkijk, zie ik genoeg andere mensen die hier nog nooit hebben gestaan. Dan denk ik van, ja, jij zou het ook gewoon prima kunnen. De Mozeskaart werkt niet. Ik heb het geprobeerd. Ik weet het eigenlijk uit ervaring. Maar ik had wel even tijd nodig om te bidden. Ik had meteen een schietgebedje gedaan. God, help mij. Ik wil het niet zelf doen. Ik wil dat u door mij heen spreekt als ik dit moet doen. Amen. Het bleef stil. Ik ging door met mijn dag. Ik hoopte op een hele grote teken. Weet je, van de Bijbel soms komt de engel Gabriel bij Maria. Of een brandende struik of iets. Maar het bleef stil. Een paar dagen later besefte ik me van ja, heb ik wel wat gedaan om een antwoord te krijgen? Ik heb even gebeden en verder niks. Dat is ook gelijk mijn eerste punt van vandaag. God spreekt door degene die de tijd neemt om te bidden. God spreekt door degene die de tijd neemt om te luisteren. En luister naar degene die de tijd neemt om te bidden. Ik heb tijd genomen om te bidden. Heb ik ook tijd genomen om te luisteren? Toen dacht ik van ja, ik ga tijd nemen. Ik heb stille tijd genomen. En wat ik net in het begin al zei, ik hoopte op een teken. Weet je, van ja, Eliza, doe dit. Die bleef uit. De enige vraag die ik continu kreeg was, waarom niet? Waarom niet? Ja, ik kon heel veel redenen bedenken waarom niet. De eerste reden die me opkwam was angst. Waarbij ik gelijk de Bijbelvers die in Jesaja 41 vers 10 staat, die in me opkwam. Israël, wees niet bang. Nou, Eliza, wees niet bang. Je mag ook je eigen naam hier invullen. Want ik ben met je. Ik kijk niet angstig rond, want ik ben je God. Ik maak je sterk, ik help je. Ik houd je vast en kom voor je op. Dus ja, mijn eerste reden was al gelijk van tafel. Want die werd ontkracht door deze Bijbelvers. De tweede reden die ik had, was zelfvertrouwen. Ik heb dit nog nooit gedaan. Het is ver uit mijn comfortzone. Ik weet niet eens of ik dit zou kunnen. Gelijk om weer een Bijbelvers. Die staat in Filippenzen 4 vers 13. Ik kan alle dingen aan dankzij Christus die mij kracht geeft. En zo bleef alle redenen die ik kon bedenken, werden ontkracht door Bijbelversen. En ja, waarom niet? Dus daarom sta ik ook hier vandaag. Dit is een heel praktisch voorbeeld van de aanloop hier naartoe. Maar ik denk dat jullie ook allemaal hier zitten in een seizoen. Misschien zit je in een seizoen dat je gaat beginnen aan een nieuwe studie. Of je zit in een seizoen dat je werkzoekende bent. Of juist in een seizoen waar je voelt dat God eigenlijk niet spreekt. God is stil. Ik wil je bemoedigen. God spreekt altijd. Dat is ook mijn tweede punt. God antwoordt altijd. Het is niet altijd wat wij willen horen. Of misschien ook niet wat wij verwachten. Wat ik ook zei, soms willen we echt. Vorige week had Jozef er ook kort over dat we bijna alles met God willen afstemmen. Dat is heel goed. Maar God geeft niet op alle vragen een antwoord. Wat moet ik vandaag ontbijten? Wat ga ik vanmiddag naar de kerk doen? Op de kleine dingen. God geeft ons ook een common sense. Maar God antwoordt altijd. Soms is het een ja, soms is het een nee, soms is het nog niet. Maar ik wil je verzekeren dat God spreekt altijd. We moeten de tijd nemen, zoals ik in het begin zei, om te luisteren. Soms kunnen wij bidden, net als ik in het begin ook al zei, alsof bidden een monoloog is. Dat we gewoon gelijk onze problemen eruit willen spuwen. En God, help mij. Ik heb je nodig. Kom in mijn leven. In Jezus' naam. Amen. Maar we moeten de tijd nemen. Bidden is geen monoloog. Bidden is een dialoog. Een gesprek. Een gesprek met God waarbij wij ook de ruimte moeten nemen om te spreken. God spreekt op verschillende manieren. Voor sommige mensen is dat door dromen heen. Of voor anderen misschien een teken in de natuur. Een regenboog als een knipoog van God. Voor anderen kan het zijn dat via een andere persoon dat God dan spreekt. Maar wat voor mij in mijn leven altijd constant is geworden, of is gebleven, is dat God altijd door zijn woord spreekt. In een voorbeeld die ik had gegeven was ook dat gevoel van angst. Een gevoel van zelfvertrouwen die ik misschien niet voelde dat ik hier kon staan.
dat God gewoon in, met zijn woorden dingen die ik eigenlijk niet per se op dat moment heb gekregen, maar ooit heb gelezen. Ik ken die Bijbelvers gewoon uit, vanuit mijn hart. En op dat moment dat ik niet het gevoel had dat ik het kon, toen wist God wel dat ik het kan en heeft me daarmee bemoedigd. En dat is ook mijn bemoediging voor jullie vandaag. In welke zin je ook zit, waar je doorheen gaat, dat weet ik niet, maar jij weet dat, God weet dat. 1. Neem de tijd. Breng het naar God. Soms kunnen we heel lang klagen of heel lang spreken over onze problemen, maar hoe vaak nemen we onze problemen mee naar God? Neem je problemen mee naar God. Neem je angsten, ook je vreugde, gewoon alles. Neem het mee naar God. En God spreekt. God zal tot jou spreken en God zal je zegenen. In Jezus' naam. Ja.